Tijdens de zatbespreking staan altijd onderwijsbehoeften van de leerling centraal. Kijk Tom, hier binnen zit het zorgadviesteam. Daar gaan we nu heen. Er wordt bekeken wie, wat, waar en hoe het onderwijs daar het beste op kan aansluiten. Iedere bespreking starten we met het vaststellen van het doel van de bijeenkomst, waarbij de handelingsgerichte vraag van ouders en school centraal staat. Welkom bij het zorgadviesteam, moeder van Tom, Ibea van de basisschool. Fijn dat jullie je vraag bij ons hebben neergelegd. De school voelt zich handelingsverlegen en wij denken graag met jullie mee. Heeft de juf genoeg tijd en mogelijkheden om Tom de aandacht te geven die hij nodig heeft? Ben je al bij een dokter geweest? Ja, ben ik. Wanneer gaat het Tom wel lukken om op te letten? Moeder, wat doet u thuis dat goed werkt voor Tom? Structuur en regels en opdrachtjes die jij kan, dat vindt hij ontzettend leuk. Hoe sluit de aanpak van thuis en school goed op elkaar aan? Ja, ik vind het van wel. Ja, dat vinden wij wel. Wat helpt jou om aan het werk te gaan? Heb je daar een idee? Altijd wordt afstemming gezocht met school, zorg, de hulpverlening, ouders, omdat gedrag vaak te begrijpen is vanuit deze interactie. We hebben samen gekeken naar wat de onderwijsbehoeften zijn van Tom. We hebben de verschillende mogelijkheden van de vormen van onderwijs op een rij gezet. De argumenten voor en tegen. En het advies van het zorgadviesteam gaat uit naar een andere basisschool met ondersteuning van de externe. Het advies vanuit het zorgadviesteam is duidelijk. Moeder, school, hebben jullie alles gezegd wat jullie wilden? Kunnen jullie op deze manier tevreden naar huis gaan? Zeker. Ja, heel blij. Ja, absoluut. Dan sluit ik hierbij de bijeenkomst af. Yay!